Welkom bij het COVID-19 journaal. Intussen zijn zoals bekend zorgwerkers in de frontlinie gevaccineerd. In 's Lands Hospitaal, waar trouwens een speciale COVID-19 afdeling is ingericht, is de dalende trend in nieuwe COVID-19 gevallen duidelijk zichtbaar. Medisch directeur Sunita Nanan Pandey geeft ook nuttig advies over het COVID-19 vaccin als preventiemiddel. We hebben onze speciale afdeling, u weet, we zeggen het keer op keer, we hebben als Lands Hospitaal een complete afdeling verbouwd, herbouwd, heringericht om COVID op te vangen, zowel voor IC-zorg als voor de gewone COVID-zorg. Daar is goed gebruik van gemaakt in de maand januari, in de tweede golf. Gelukkig is het nu aan het afzwakken en we hebben nog maar net een paar patiënten op de afdeling. Dus het gaat de goede kant op. Vaccin is dus een preventieve maatregel. Dat hebben we met verschillende ziektes over de hele wereld. Denk maar aan polio, mazelen, etc. Aan de andere kant heb je altijd bij de meeste ziektes heb je medicatie. Nou wil het toeval dat voor het COVID-virus geen medicijn, nog een werkend, rechtstreeks op het virus werkend medicijn is uitgevonden. Dus tot die tijd gaan we het moeten hebben van die preventie en van die maatregelen. Want het virus heeft mensen nodig om te verspringen, zeg maar. Het verspringt van de een naar de ander. Dus als we denken van, ja, we gaan vaccineren en we gaan die maatregelen achterwege laten, dan is het eigenlijk dweilen met de kraan open. Dus je gaat op alle fronten nog bezig moeten zijn. Totdat we van op een of andere dag iemand een medicijn heeft uitgevonden en dat we kunnen zeggen, ja, we gaan het doen met die vaccinatie en met het medicijn. Maar tot die tijd zijn we er nog niet vanaf. De directeur Rakesh Gayadhar Sukul van Volksgezondheid gelooft dat op den duur het vertrouwen in het vaccin zal groeien. Als medicus heeft hij geen enkele twijfel over de kwaliteit van de eerste vaccins die zijn aangeleverd. In elk geval zie je dat er meer mensen enthousiast worden om gevaccineerd te worden. En dat is een goed teken. In principe willen we dat iedereen gevaccineerd wil worden. Dat iedereen bereid is gevaccineerd te worden. En ik denk dat we een bepaalde traject moeten uitstippelen om tot dat punt te geraken. En we hebben een traject uitgestippeld, we zijn al bezig. En ik denk dat we het zeker halen. Vooral met al de frontliners die al gevaccineerd zijn. De minister is ook al gevaccineerd. En ik ben ook gevaccineerd. We hebben dat traject doorlopen. En ik denk dat zo meer vertrouwen komt in de samenleving. Van hey, dat vaccin is goed. Ik meld me aan om gevaccineerd te worden. Dr. Algu vertelt waar er allemaal op gelet wordt bij het nemen van de vaccinatie. Ook eventuele kortstondige bijwerkingen neemt ze onder de loep. Vaccineren in Suriname is geen nieuw ding. Het is een eeuwenoude ding dat er tientallen jaren gebeurt. Dat niet eeuwenoud, maar tientallen jaren wordt er gevaccineerd in Suriname. Dus de verschillende posten, verschillende instituten die we hebben, hebben al vaccinatieteams. In principe vaccineren ze elke week kinderen. Ze kunnen elke week mensen hebben die voor hepatitis of toxoïd vaccinatie gaan. En elke polykliniek van RGD Medische Zending heeft een speciale dag voor vaccinaties. Dus er is een vaccinatieteam en ze zijn bedreven in hun werk. Dus daarover hoef je niet speciaal mensen te gaan zoeken. Wat je wel moet doen om die vaccinatieteamleden die extra informatie te geven, omdat het om een nieuw vaccin gaat. De bijzonderheden over dit vaccin. Gelukkig is het een kant-en-klare vaccin dat je uit het flacon trekt en kan toedienen. Maar er zijn procedures en dat is wat er tijdens de training de afgelopen week en in het weekend voornamelijk hebben gedaan. Er zijn 6 modules. Module 6 is vandaag gaande, maar de rest is al gedaan. En er wordt dan besproken wat de bijzonderheden zijn, waarop ze moeten letten. En zeg maar, onze vaccinatieteams die zijn wat dat betreft dus goed voorbereid erop. Er zijn ook al
drills uitgevoerd. En ze hebben zeg maar zo'n simulatie ook gedaan. En voor op dit ogenblik wordt de kick-off gedaan in AZ, Slans Hospitaal. De andere ziekenhuizen volgen ook. Er is een programma uitgewerkt daarvoor. En daarna komt RGD en medische zending. En zij gaan ook geleidelijk aan in hun rayons en hun verzorgingsgebieden uitrollen. En dat gaat stapsgewijs, want ze moeten ook hun swabposten, zusters en zo, iedereen die betrokken is, geleidelijk aan ook vaccineren. Maar we pakken het stapsgewijs, zodat je goed kan uitwerken en dat iedereen zijn werk kan doen op de juiste manier. Als je gevaccineerd bent, kun je, hebben wij volgens protocol, volgens de richtlijnen, opgenomen dat wij 15 minuten de persoon in observatie gaan houden. En indien nodig, wanneer het om een gecompliceerd patiënt gaat, zelfs 30 minuten. En je kunt meteen na de vaccinatie kun je inderdaad verschijnselen. Dus al heb je alles zo goed mogelijk uitgezocht. Er kunnen verschijnselen zijn. En er zijn vaak van die milde verschijnselen dat je, dat je een korte tijd daarna op de insteekplek jeuk voelt. Of dat het, dat het rood wordt. Dus je hebt een prikje gehad. Je gaat wel wat verschijnselen, symptomen krijgen. Er zijn mensen die... Dat is van mensen die in Nederland bijvoorbeeld het vaccin hebben gehad, met wie ik gesproken heb, aangeven dat ze de volgende dag wat warmpjes zijn, een beetje lichaamspijnen hebben, even hoofdpijn. Maar niet dat je doodziek van wordt. Je voelt wel dat er iets is, maar meestal op de derde dag zijn ze al bezig helemaal te herstellen. Dus dat zijn die klachten die mensen kunnen krijgen. Maar dat is niet anders dan wat we al gewend zijn. Want iedereen weet vanaf kinds af aan word je gevaccineerd. Kom je na vaccinatie thuis, ga je wat koorts krijgen, pijn op de plek waar je je prikje hebt gehad. Je gaat niet zo lekker voelen en dergelijke. Dat zijn de normale verschijnselen die we gewend zijn te zien na een vaccinatie. En dat geldt ook voor COVID-19 vaccinatie. Wat ook normaal ook wordt gezien, dat mensen in die observatieperiode ook wel wat verschijnselen kunnen krijgen. Mensen kunnen vanwege de schrik, de stress die ze hebben in hun, vanwege het vaccineren, kunnen ze onwel worden. Dat gebeurt wel. En daarvoor is een heel speciaal protocol waarmee dan gehandeld wordt. Dus daarom word je geobserveerd als je na vaccineren aangeef van ik voel me niet lekker, ik voel me duizelig of wat dan ook, dan word je meteen dan daarbij geholpen. Daarvoor is een protocol wat er allemaal moet gebeuren en dat wordt dan ook gedaan. Yeah? En dat is ook iets dat ook bij andere vaccinaties voorkomt. Het is niet alleen maar oh, bij COVID ga je dat krijgen. Nee, het kan ook bij andere soorten vaccinaties gebeuren. Maar het zijn van die zeldzame dingen dat je in die eerste 15 tot 30 minuten zulke lastige verschijnselen kunt krijgen. Maar het gebeurt wel. En daarvoor is er dus, heeft de quick response team in geval van calamiteiten na het vaccineren ook erop voorbereid. Een ander niet onbelangrijk aspect van de vaccinatie zijn de extra regels. Die gelden voor personen met onderliggende aandoeningen. Personen die allergisch zijn voor stoffen die zitten in het vaccin. Ook voor zwangeren wordt variërend van case tot case voorzieningen getroffen, te meer om het feit dat er nog onderzoek wordt gedaan naar effecten op zwangeren. Met betrekking tot vaccinveiligheid voor mensen met onderliggende ziekte, dat zijn eigenlijk heel wat studies over gedaan om dat uit te zoeken. En precies omdat de mensen met onderliggende ziekte een gecompliceerd beloop hebben, is daar veel naar gekeken. En er zijn dus richtlijnen vastgesteld met welke ziektes en aandoeningen mensen toch nog gevaccineerd kunnen worden en welke regels daarvoor moeten gelden. Dus er zijn sowieso enkele absolute redenen waarom je niet gevaccineerd mag worden.
Dat is bijvoorbeeld, onder andere, dat wanneer je een als het bekend is dat je allergisch bent voor een van de producten dat in het vaccin verwerkt is, mag je niet gevaccineerd worden onder geen enkel beding. Dan zijn er situaties waarbij je in overleg met de medicus en een langere observatieperiode het vaccin wel mag krijgen. Ja? En daar moet je dus heel alert op zijn. Daarom zijn er screeningslijsten ontwikkeld aan de hand waarvan de patiënt alles kan vertellen, alles wordt genoteerd, wordt geëvalueerd. En dan zeg je van oké, deze meneer of mevrouw mag het hebben, maar moet in plaats van die 15 minuten bijvoorbeeld 30 minuten geobserveerd worden na het vaccineren. En er zijn dan een aantal condities die je hebt en dan mag je gevaccineerd worden, probleemloos. U had speciaal gevraagd naar zwangeren. De studies die tot nu toe zijn gedaan, zijn niet verricht onder kinderen onder 18 jaar. Dus vandaar dat wij niet kinderen onder 18 jaar vaccineren. Wanneer er meer studieresultaten bekend zijn, het is veilig, dan zouden we het wel kunnen doen. Ook is gebleken dat kinderen onder 12 jaar heel mild ziekteverschijnselen hebben. Dus de ernst, de complicaties zijn niet bij de kinderen bekend. Vandaar dat gefocust wordt op de groep die ernstige verschijnselen kan krijgen. En wat de zwangeren betreft geldt hetzelfde. Er zijn nog geen studies gedaan onder zwangeren. Maar er is beredeneerd dat indien een zwangere een onderliggende ziekte heeft die mogelijkerwijs het beloop kan compliceren wanneer ze COVID zou krijgen, dat er in overleg met de specialisten een besluit genomen kan worden over al dan niet vaccineren. Maar in principe is een zwangerschap niet echt een contra-indicatie, maar er is wel overleg voor nodig. Maar op dit ogenblik is onze focus niet op zwangeren. We wachten nog even op studieresultaten om te kijken wat het effect zal zijn. Tot besluit nog een belangrijke call van gezondheidsminister op het stuk van de vaccinatie van zorgwerkers. Laten wij dat snel doen, zodat de rest van de gemeenschap zo snel mogelijk kan volgen. Ik doe een oproep op alle gezondheidsinstituten van hier. Het team, maak je plan zodanig, nu, vanaf heden, want het is er al. Elke dag is een verloren dag. En hoe meer mensen we kunnen vaccineren, hoe beter. Dus maak je plan nu. Zou je een schedule hebben, dan moet je dat gaan aanpassen. Je moet je plan dynamisch maken. Dus we gaan moeten opvoeren, de snelheid moeten opvoeren. 50 is te weinig per dag. We hebben nu genoeg. Zien dat we biggie doen, maar we hebben genoeg. Laten we het opvoeren. En laten we groepen beginnen te overlappen. Het volk wacht ook erop. Oké? Dus van deze plaats uit doe ik een oproep aan het team. Laten wij dat snel doen. Aan de andere kant, ben blij dat nu we hebben AZP, Wanica, Slans Hospitaal van de Vandaag erbij, RKZ, RGD en Diakonesse. Dus de 6 ziekenhuizen, 5 ziekenhuizen hebben we al. En we gaan in het weekend naar Nikeri. Toch? Nikeri? En medische zending is daarna. Oké, dus we zijn blij dat we in elk geval binnen een week al het grootste deel van de ziekenhuizen al hebben kunnen coveren. Maar er zal dus nu vanuit biologie een planning moeten zijn dat we veel meer. Ik had gedacht dat we na een week onze 1500 al hadden gebruikt. Onze 1000 doses bedoel ik, hadden gebruikt. Maar oké, belangrijk is mensen aanwezigen. Blijft u de maatregelen opvolgen? Blijft u uw mondkap op hebben? Hou afstand. En want er is nog maar een little percentage gevaccineerd in Suriname. Zolang we niet uitrollen naar de gemeenschap en de risicogroepen, kwetsbare groepen, gaan we ons doel nog niet halen. En met de speech van de minister zijn wij ook vandaag weer aan het eind gekomen van dit journaal. Blijft u ten alle tijde alert en voorzichtig. Niet omdat het vaccineren al van start is gegaan, wil dat zeggen dat we er al uit zijn. Nee, houdt u zich nog steeds aan de basismaatregelen. Mohana.
We zien elkaar morgen weer bij een nieuwe aflevering van het COVID-19 Journaal. Tot dan!